Het is tijd voor de waarheid en de duidelijkheid. De leugens die je door het hele land verspreidt. Vroeger haat en Duitsers neusen de islam. Vandaar die je DKDP achter je kont aan. Hoe het vandaag gaat, zeg ik gezegd, niet onze keuze. Daar sta je in de Tweede Kamer met de nieuwe leugen. Geetje zit bij Eva, lief voor zijn carrière. Als hij de naam van de profeet hoort, kan hij zich niet concentreren. Je leeft alleen nog omdat Allah het zo wil. Zonder de islam was je hart doodstil. Zonder ons ben je in de mede niet interessant. Je staat niet hoger dan God door de zetels in je hand. Dankzij ons ben je belangrijk in dit land. Je blijft doorgaan met 10 jaar doodsangst. Ben je vergeten waar je vandaan komt? Laat me je herinneren waar het allemaal begon. Het begon allemaal in Venlo 1963 september. Al sinds zijn geboorte voelt Geertje zich al minder. Was Suka Boumia, want er is zijn moeder geboren. Al op basisscholen kreeg hij dit al vaker voor zijn oren. Werd als neger uitgescholden door zijn klasgenoten. Hij kreeg stoot in de pauze, werd hij weggesloten. Met zijn broer Paul heeft hij de contact verbroken, omdat hij niks van zijn achtelijke onzin wou horen. Eenmaal medejarig werd Geertje al genoost. Niemand kon wat bewijzen, dus dan mag geen geloof. Maar als soldaat in Israël is hij graag tussen de Joden. Toen is de haat voor islam ook ontstaan in zijn ogen. In 89 werd Geertje lid van VVD. In 98 zat het hem voor het eerst mee. Nu mocht hij iemand zijn, nu mocht hij eindelijk praten. Toen begon het allemaal met zijn hatelijke verhalen. Islam is niet goed, islam is gevaar. Islam is bedreiging voor de hele staat. Met zijn blond geverfde kapsel en zijn botte gedrag. Maar toen kreeg hij niet de aandacht die je had verwacht. Meneer Dijkstal, trok aan zijn touw. Bij de VVD kreeg het zwaar benauwd. Maar 2001, aanslag WTC. Opeens was het jackpot en zat alles mee. Hij had niemand nodig, opeens stond hij sterk. Leunde achterover, de media deed het werk. 2004, dan maar weg bij VVD. Eigen groepje Geertje en toen PVV. Een eigen partij, tijd voor haat en nijd. Tijd om terug te gaan naar tijd van slavernij. Geertje voelt zich sterk, opeens had hij macht. Deed precies wat de rest al die jaren had verwacht. Stort zich totaal, af op de islam. Radicaal weg met moskees en imam. Toen volgde de dood op Theo van Gogh. Die door Mohammed B. roekeloos werd vermoord. Jackpot nummer 2, meer stemmen met zich mee. Geertje met zijn bolle kop, weer eens op tv. Het is 2008, tijd om verder te gaan. Toen kwam die met zijn mislukte film Fitna aan. Huiswerk niet gedaan, vergissing zijn begaan. Plaatsen een foto van Salah onderaan. Haat gecreëerd, dat is meer zijn ding. De rechterzijds vrijheid van meningsuiting. Ja Geertje, dit was je leven. Je hele leven tot nu. Even als herinnering voor je. Je radicalist. En zoveel dingen die ik niet heb genoemd. Met je hoofddoeken belasten. Of beter gezegd, de kopfotentax. En je anti-islamstikken. En nog meer van je haatzaaierij. Dit was je verhaal. En nu komt de finale. Dit is geen bedreiging of een poging tot je dood. Maar spotten met geloof, dan vraag je toch een moord. Je bent gewoon ziekte, vergelijk met psychopaten. Geestelijk gek, merk waar je uitspraken. Vergelijk mijn kamp met de heilige Koran. Geertje, de islam is 2,1 miljard. DKDB helpt niet als ze jou komen halen. Dan kan je wel verwachten met je hatelijk verhalen. Hoe zit het met die deksel of het keppeltje op je hoofd? Wordt Geertje onderdrukt door het Joodse geloof? Ons hoor je niet zeiken, ons hoor je nooit klagen. Maar betaal gewoon belasting als je die shit wil dragen. Volken van de G en Mohammed B. Eigenlijk hoor je celletje te delen met die twee. Kijken of je dan nog je mannetje staat. Dan besef je pas dat je te ver bent gegaan. Ik doe het niet voor mij, maar voor wie je hebt gekwetst. Voor de mensen die hun mening willen zetten in een tekst. Voor liefde voor geloof en liefde voor respect. Voor de mensen die verbind zijn door de media die jou helpt. Ik doe dit voor de meisjes met hun hoofddoeken. Voor de jongeren die werken en hun brood zoeken. Doe dit voor elke moslim en Nederlander buiten. Omdat je in deze land vrij je mening mag uiten. Ik doe dit zodat je mij duidelijk kan horen. En de stop kan zetten achter duivelse sporen. Ik doe dit zodat mijn kind laten zeggen kan. Mijn vader was pas een echte ereman.